Thomas Acda en Paul de Munnik staan op donderdag, vrijdag en zaterdag op het podium van de Ziggo Dome voor een reeks concerten. Dit is de eerste keer in 8 jaar dat het duo weer gezamenlijk optreedt. In december plannen ze nog 3 shows samen. Op Instagram delen ze hun enthousiasme. De eerste 3 avonden van de reunie zitten erop. Wat een bijzonder weerzien was dit. Bedankt aan iedereen die aanwezig was, voor de mooie woorden, het meezingen en het applaus. Tot december in de Ziggo Dome. In maart van dit jaar onthulden Acda en De Munnik in de talkshow Bo dat na hun breuk in 2014 ze even de vriendschapsband misten. De jaren van muzikale samenwerking die tot de breuk in 2015 zo'n 25 jaar duurde, resulteerden in een periode waarin ze alles met z'n tweeën deelden. De Munnik erkende dat ze destijds niet wisten hoe ze normaal als vrienden met elkaar om moesten gaan, waardoor ze even afstand namen. Dit leidde tot een breuk tussen de twee. De Munnik gaf toe hierin een grote rol te hebben gespeeld. Hij was degene die niet langer als het duo Acda en De Munnik verder wilde. Later realiseerde hij dat hij mogelijk niet de juiste benadering had gekozen. Acda was teleurgesteld dat hij min of meer zelf moest ontdekken dat het voorbij was. Dit was niet naar zijn wens. Als gevolg hiervan nam De Munnik opnieuw contact op met Acda. Ze spraken af bij het Paleis van Justitie, waar Acda de koffie verzorgde. Ondanks tijdsdruk, Acda zou spoedig op vakantie gaan, maakten ze de zaken in orde. De Munnik gaf toe dat hij achteraf gezien de zaken verkeerd had aangepakt. En zo werd het weer goed tussen hen. Het duo staat op 14, 15 en 16 december opnieuw op het podium van de Ziggo Dome voor reunieconcerten.